Evenals de diverse maatschappelijke groepen die verscherpte maatregelen hebben genomen om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, heeft ook de Surinaamse Vereniging voor Fysiotherapie maatregelen getroffen. Dat zegt fysiotherapeut Bastiaan de Boer in het ATV Actualiteitenprogramma COVID-19 Update. Een van de scherpe maatregelen die vanaf 13 maart, de dag van de eerste besmetting in Suriname, is genomen, is de stopzetting van de groepsoefeningen bij de therapeuten. Een ander is natuurlijk dat de hygiëne is in de fysiotherapie altijd een ding, maar die regels zijn wat aangescherpt. Waar wij zelf heel intensief altijd al bezig zijn met handen wassen en dat soort dingen, is dat nu iets wat je je patiënten ook oplegt. Dus wanneer iemand binnenkomt, is het meteen hup, handen wassen, hand sanitizers, breng je baddoek. De informatievoorziening vooraf, dus voordat iemand de poli binnenkomt, is het al van luister, we hebben een beroep waarin wij veel met mensen in contact zijn. Voel je misschien wat minder goed, hè? Wat verkouden of dat soort dingen. Blijf thuis. Hè? Dus we hebben instructies ook gegeven hoe met afspraken om te gaan. De communicatie met de patiënt voordat hij bij jou is, is geïntensiveerd. En er zijn richtlijnen aan de collega fysiotherapeuten binnen de beroepsvereniging gegeven van hoe daarmee om te gaan. Wat moet je minimaal uitvragen? Welke doelgroep wil je niet zien en wat kan je nog wel toelaten? Welke doelgroep wil je niet zien? Voornamelijk de mensen met een risicoprofiel, hè? Dus mensen met diabetes, hart- en vaatziekten, mensen die na operaties komen, mensen met luchtwegproblematiek, mensen na een hartoperatie en dat soort dingen, die wil je voorlopig niet zien, want die zijn kwetsbaar. Net zoals het bedrijfsleven als gevolg van de pandemie inkomsten derft, zo derven de fysiotherapeuten ook inkomsten, vertelt de Boer verder. Inventief optreden is dus van essentieel belang. En ook de fysiotherapiepraktijk van ons is qua aanloop beduidend minder. En dat geldt eigenlijk voor alle praktijken in het land. We hebben minder aanloop op dit moment dan wij normaal hebben. En dat is logisch. Hè? We begrijpen ook dat mensen zeggen van voorlopig even geen afspraak. Of dat wij zelf het advies hebben gegeven. Voorlopig is het verstandig om even niet te komen, want je zit in een risicogroep. Dus ja, voor ons heeft het een hele grote invloed op onze dagelijkse praktijkvoering. Betekent niet dat ik ineens de hele dag niks te doen heb. Want je ziet dat er meteen andere dingen op je pad komen. Die je moet inventief worden. Ja, je moet inventief worden. Hè? We communiceren nu veel via de telefoon, via WhatsApp, via filmpjes, via social media probeer je toch met je doelgroep in contact te blijven. Dat is één. We krijgen heel veel vragen, dus mensen die komen natuurlijk ook om informatie bij je. Dus ja, je moet wat inventiever zijn. Fysiotherapeut Bastiaan de Boer vandaag in het actualiteitenprogramma COVID-19 Update. Volgens hem hebben ook de fysiotherapeuten maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van dit virus tegen te gaan.